Welke school wordt Zwolle kampioen tafeltennis? Woensdagmiddag werd Table Stars The Battle gehouden in de Albert Cuypstraat. 16 teams van 7 verschillende basisscholen uit Zwolle stonden tegenover elkaar aan de tennistafel. In totaal streden 64 leerlingen uit groep 5 tot en met groep 8 van het basisonderwijs om de titel. Redelijk veel. En de winnaar die kan straks meedoen met het landelijke finale. En dat is ook hier in Zwolle, tegelijk met het Nederlands kampioenschap. Hoop je dat je team gaat winnen? Ik hoop het, want dan mogen we in februari ook weer meedoen. En dat lijkt me heel leuk. We gaan wel goed. We hebben nu 5-3 gewonnen, de vorige. 1 potje hebben we verloren. Ik heb er nu 3 gewonnen. Het toernooi Table Stars The Battle wordt georganiseerd door Tafeltennis Zwolle en Sportservice Zwolle. Ik tafeltennis hier al een jaar of 11 en ik ben wedstrijdleiding vandaag. Eigenlijk was het voor mij voornamelijk nog het schema in elkaar zetten. En dat ging wel goed. Het is nu even druk omdat er zoveel kinderen zijn. Maar het gaat hartstikke goed. Het team De Vlieger locatie 2-2 mag naar de landelijke finale van Table Stars The Battle. Dat wordt maart volgend jaar gehouden in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Waar dan ook het NK tafeltennis wordt georganiseerd.